Het was een bewogen week voor de grootste partijen van het land. De N-VA zag zijn kamerfractie wat krimpen na het vertrek van Veerle Wouters en Hendrik Vuijen. Er werden zelfs historische vergelijkingen gemaakt met de ter ziele gegaane Volksunie, die het ook ooit aan de stok kreeg met een deel van zijn Vlaams-nationale achterban. We praten erover met politicoloog Bart Marrons. Welkom bij Actua TV. Ik praat zoals gezegd met professor Marrons, professor aan de KU Leuven. Dag professor Marrons, welkom in deze studio. U staat bekend als de politicoloog van de Vlaamse beweging, mag ik dat zo uitdrukken? Voor mij staan die twee dingen eigenlijk nogal los van elkaar. Ik ben als burger ben ik Vlaams gezind, ben ik ook actief in de Vlaamse beweging en mijn beroep is politicoloog. Ja. Nu, met welk gevoel als burger dan die Vlaams gezind is, blikt u terug op de afgelopen week, een week waarin Hendrik Vuijen en Veerle Wouters bij de N-VA de deur achter zich toetrekken? Ja, ik heb er natuurlijk een heel slecht gevoel bij. Hè. Ik denk dat er niemand is eigenlijk binnen de N-VA en ook ruimer binnen de Vlaamse beweging die daar een goed gevoel bij heeft. Hè. Dus het is jammer dat het zo is uitgedraaid, dat men binnen de N-VA niet tot een overeenkomst is gekomen om Vuijen en Wouters, die toch twee heel waardevolle parlementsleden zijn, om die niet binnen de partij te kunnen houden. En om die niet echt ergens de vrijheid te geven om een aantal eigen communautaire accenten te leggen binnen de partijlijn uiteraard. Ja. Nu, ik wil het straks over dat dispuut zelf hebben, maar u bent ook een wetenschapper. Hè? Die twee dingen wil u uit elkaar houden, politiek wetenschapper. Als iemand als Rick van Kouwelaar, politiek commentator bij de krant De Tijd, de vergelijking maakt met de Volksunie en hoe die partij begon af te kalven tot ze zelfs implodeerde sinds het Egmond Pact, kan u die analyse delen? Misschien moeten we eerst voor de iets wat jongere kijkers dat Egmond Pact van het eind jaren 70 duiden. Heel kort, wat is er toen gebeurd? Ja, dat was toen onder leiding van Hugo Schiltz. Die was voorzitter van de Volksunie. Schiltz heeft op een bepaald moment dus een groot communautair akkoord gesloten met dus de Franstalige partijen, een aantal Vlaamse partijen. Daarbij heeft hij dus een aantal belangrijke dingen kunnen binnenhalen. Dat was dus een aanzienlijke verruiming van de Vlaamse autonomie. Maar er waren ook een aantal belangrijke toegevingen. Vooral in de rand rond Brussel. Er was eigenlijk een uitbreiding van de faciliteiten, tijdelijk weliswaar, maar dat heeft heel veel kwaad bloed gezet in Vlaams nationale kringen en dat heeft uiteindelijk geleid tot de afsplitsing van het Vlaams blok onder leiding van Karel Dillen. Ja, nu goed, die vergelijking die Rick van Kouwelaar nu maakte, een deel van de achterban, van de Vlaams nationale achterban, die boos is en ik kan me voorstellen dat er dat Vuijen en Wouters ook wel hun fans hebben die vandaag ontgoocheld en boos zijn. Die vergelijking maken met het Egmond Pact. Kan u die analyse delen? Ik denk dat het klopt dat het Egmond Pact, net zoals dus de crisis vandaag, alle twee geleid hebben tot een soort existentieel debat van wat is nu eigenlijk die partij? En hoe verhoudt ze zich tot de beweging? Dat, hoe verhoudt zich die tot de beweging? Hoe ver kan die partij gaan? Hoe ver kan die partij meedoen aan dat partijpolitieke spel? In de twee gevallen is er inderdaad een afsplitsing. Nu, we mogen niet vergeten, het Vlaams blok is dan groot geworden vanaf eind jaren 80, vooral 1991. Maar niet dat heeft niet onmiddellijk, omwille van het migrantenthema, en dat heeft heel lang geduurd. Dus in 78 en 81 had het Vlaams blok één zetel, dat was Karel Dillen. Dat leek op dat moment een aflopend verhaal. Het heeft eigenlijk geduurd tot eind van de jaren 80, vooraleer het Vlaams blok kon doorbreken en een relevante politieke partij werd. Ja, nu zou het in de hoofden van de huidige N-VA toplui kunnen meegespeeld hebben, zo'n opmerking, die vergelijking met het Egmond Pact? Want dat heeft natuurlijk wel wonden geslagen, hè, destijds in de jaren 70 bij de Volksunie. Maar het valt mij in elk geval op dat de manier waarop Bart De Wever daar nu op reageert, doet sterk denken aan de manier waarop Vic Anciot daarop reageerde na het Egmond-debacle. Vic Anciot was toen de opvolger van Hugo Schiltz als voorzitter van de Volksunie. En Vic Anciot heeft eigenlijk onmiddellijk de reflex gehad om terug te keren naar de Vlaams nationale basiswaarden. Om dat opnieuw centraal te stellen. En hij heeft daarmee ook de verkiezingen gewonnen in 1981. Want uiteindelijk het Vlaams blok, dat was geen groot succes. Dat was op het nippertje één zetel in 78 en 81. Dus
heeft dat toen wel gewerkt. En je ziet dat de N-VA nu opnieuw die reflex heeft. Natuurlijk, om Vuijen en Wouters de wind uit de zeilen te nemen, gaat de N-VA nu opnieuw heel sterk communautair communiceren. Sterker dan ze ooit heeft gedaan sinds begin 2014. Ja. Sinds het Confederalisme-congres van begin 2014. Ja. Nu, we gaan daar straks op terugkeren, op die communicatie naar het einde van de afgelopen week. Maar gesteld dat die N-VA-kiezers van het eerste uur, of toch een deel daarvan, hè, in elk geval de kiezers die uit die traditionele Vlaamse beweging komen, de partij nu zouden de rug toekeren en zeggen, ja, als jullie op die manier met Vuijen en Wouters omgaan, dan hoeft het voor ons meer. Hoe groot is die groep, anders uitgedrukt, hoe groot zou de schade kunnen zijn voor de N-VA? Is daar onderzoek naar gedaan? Kennen we de omvang van die groep? Ik gebruik graag als een soort benchmark de verkiezingsuitslag van 2003. Dat was de eerste keer dat de N-VA deelnam aan de verkiezingen onder leiding van Geert Bourgeois. Dat was één zetel in West-Vlaanderen, dat was 4,8%. Dus dat was eigenlijk het Vlaams nationale electoraat toen buiten het Vlaams blok, Vlaams Belang vandaag. Daar zitten natuurlijk ook Vlaams nationalisten. Maar dus daarbuiten, ja, wat was dat toen? Dat waren de Vlaam nationale restanten van de Volksunie, om zo te zeggen. Toen haalden ze dus de kiesdrempel niet, behalve in West-Vlaanderen. Het leek op dat moment een aflopend verhaal, ja. De N-VA. Maar je moet natuurlijk weten, ja, vandaag zit dat electoraat bij de N-VA. Vuijen en Wouters zullen er nooit in slagen om dat electoraat helemaal te recupereren. Er zullen er allicht ook misschien een aantal zijn die dan toch de stap zetten naar Vlaams Belang. Toch ook een radicaal Vlaams nationale partij. Dus daar zal dan ook een klein beetje verlies. Maar 4,8% van de tijd, dat ziet u niet gebeuren. Dat zie ik niet gebeuren. Ook nog om een andere reden. Je mag niet vergeten dat de N-VA toen heel de infrastructuur nog had van de Volksunie. Heel de omkadering van de Volksunie. Of toch van het deel van de Volksunie dat de lijn Bourgeois volgde. Dus daar was nog een netwerk waardoor het ook gemakkelijk was om kandidaten te ronselen, om lijsten in te dienen. Ja. Dus daar was nog die organisatiekracht die Vuijen en Wouters vandaag natuurlijk niet hebben. Ja, de afgelopen week zagen we ook een aantal vergelijkingen met de afscheuring van Jean-Marie de Dekker uit de VLD toen nog. Het was nog niet Open VLD. Ja, daar zijn ze nog aan bekomen, hè, van wat er toen gebeurd is. Ja, nu Jean-Marie de Dekker is er dan uiteindelijk toch in geslaagd in 2007 om door te breken. Wordt wel dus gezegd die dat zijn charisma, natuurlijk. Dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, Jean-Marie de Dekker was iemand met een enorm politiek kapitaal. Ja. Kapitaal dat eigenlijk vandaag nog voor een stuk intact is. Het is nog altijd een belangrijk politiek figuur die niet uitgeteld is, Jean-Marie de Dekker. Maar dit terzijde. Maar we weten allemaal dat Vuijen en Wouters niet dat politieke electorale kapitaal hebben als een Jean-Marie de Dekker. Ja. Die zijn bekendheid ook voordien al had natuurlijk als nationaal judocoach. Nu, ze sluiten niet uit dat er een nieuwe partij komt. U zei in het begin van het gesprek, als burger heb ik natuurlijk mijn engagementen binnen de Vlaamse beweging. Los van de vraag hoe levensvatbaar die partij dan zou kunnen zijn, het zorgt wel voor een verspreide slagorde natuurlijk. Hè? Ja, en dat is inderdaad niet goed. Hè. Dus het is niet goed dat dus dat Vlaams nationalisme als politieke stroming in zo'n verspreide slagorde optreedt. Alhoewel ik wel graag zou hebben dat er ook een linkse Vlaams Nationale Partij zou zijn. Ik heb het altijd wel spijtig gevonden dat Spirit en dan de verschillende opvolgers van Spirit, dat die nooit doorgebroken is. Dat was die andere erfgenaam van de Volksunie. Dat was de andere, dus de meer progressieve, de meer linkse erfgenaam van de Volksunie. Ja, het zou mooi geweest zijn mocht daar eigenlijk een volwaardige, progressieve, linkse Vlaams Nationale Partij uitgegroeid zijn. Want nu, de verschillende Vlaams Nationale Partijen die er zijn, zijn allemaal rechtse, centrumrechtse partijen. Het is ook niet zo dat Vuijen en Wouters nu een links of een progressief profiel hebben, of dat nu de reden is waarom dat ze zich afscheiden. Ja. Nu, laten we nog eens terugkeren naar het dispuut zelf uit een interview met Leco, nadien overgenomen door De Tijd, leiden Vuijen en Wouters af dat de kans bestaat dat een communautair programma ook na de verkiezingen van 2019 uitblijft. En dan zeggen ze, het zal dan zonder ons zijn, zeggen ze dan in de morgen, was het verstandig achteraf bekeken zo'n reactie in de krant? Ja, kijk,
Stel je nu eens voor dat Christophe Calvo in een interview zou zeggen van als Groen bij de komende verkiezingscampagne niet spreekt over het milieuthema en het milieuthema niet op de tafel legt, als Groen nadien zou moeten onderhandelen over een regeringsdeelname, dan stap ik op, dan ben ik weg uit Groen. Iedereen zou dat de normaalste zaak van de wereld vinden. Iedereen zou de schouders... Er was een paar weken iemand van Groen die zei als het standpunt van de partij over onverdoogd slachten inderdaad niet verandert, dan stap ik eruit. Maar dat is niet gedaan, de core business van Groen. Nee. Terwijl het milieuthema is de core business van Groen. En dan is het normaal als Groen dat thema niet zou benadrukken in de campagne en niet op tafel zou leggen bij de regeringsvorming, ja, dat dan de ecologische parlementsleden zouden zeggen van ja, maar in dat geval ben ik weg, omdat in dat geval is Groen geen ecologische partij. Ja, maar goed, maar goed. Dat is eigenlijk net hetzelfde wat dat Vuijen en Wouters hebben gezegd. Ja, maar goed, als achteraf, een paar dagen later, de voorzitter Bart De Wever zegt van kijk, ja, een beetje fout uitgedrukt, fout begrepen, ja, dan volstaat die uitleg blijkbaar niet. En dan blijkt het bijvoorbeeld te gaan over de denktank, Objectief V. Ja, maar dat is natuurlijk wel een probleem geweest van meet af aan. Hé. Die denktank, ik heb mij daar ook al van meet af aan, dus dat is eigenlijk van begin dit jaar, toen dat werd opgericht, heb ik daar de vraag gesteld van wat zal eigenlijk het statuut daarvan zijn? Hé. Was het een troostprijs omdat Vuijen geen fractievoorzitter meer was? Ik denk dat eigenlijk niet. Hé. Dat speelde natuurlijk mee, maar ik denk wel dat het oprecht de bedoeling was op dat moment van de N-VA om voor een stuk tegemoet te komen aan de bekommernis van de Vlaamse beweging om opnieuw het communautaire in de markt te zetten, om het opnieuw te operationaliseren, zoals Bart De Wever toen in zijn persmededeling heeft gezegd. Maar het probleem was dat er eigenlijk een soort vaagheid is blijven bestaan, een ambiguïteit rond het statuut van Objectief V. Is dat nu iets buiten de partij? Zou dat een aparte VZW zijn binnen de partij? Maakt dat deel uit van de componenten van de consolidatiekring van de N-VA? Zullen daar externen bij betrokken worden vanuit de Vlaamse beweging? Daar was een enorme floe artistiek rond. Dat was eigenlijk een soort disaster waiting to happen. En wat ik niet begrijp, dat is dat men op dat moment daarheen heel duidelijke afspraken rond gemaakt heeft. Hè. Dus Vuijen en Wouters jaar, in januari van dit jaar, precies. Dus Vuijen en Wouters leven in de overtuiging dat zij een zekere onafhankelijke rol konden spelen. Binnen natuurlijk de contouren van de basisloyaliteit ten aanzien van hun partij. Terwijl dan blijkbaar de partijleiding zag dat totaal anders. En dan, waarom heeft men dat dan niet duidelijk op papier gezet begin dit jaar? Maar goed, als we nu zeggen, dat is nog altijd de core business van de partij, want het statuut, enfin, artikel 1 van de statuten, zegt het ook met zoveel woorden, is dan ook niet een beetje logisch dat die partij daar dan toch graag mee in de cockpit zit? En dat niet uitbesteedt? Ja, maar dat is nu net het probleem. Ja, moet je dat zien als een soort uitbesteding aan externen? Maar anderzijds, Vuijen en Wouters waren wel parlementsleden van de partij. Dus ik denk niet dat de N-VA dat ooit heeft gezien als een soort uitbesteding. Nee. Overigens, om nog eens terug te keren naar de Volksunie. Ze hebben daar natuurlijk ook wel ervaring gehad met bewegingen die buiten de partij werd opgericht, hè. Denk aan ID 21. Hè. Die precies zitten vandaag bij de Liberale Socialisten en bij Groen. Dus ik kan me best voorstellen dat men, zenuwachtig wordt bij die gedachte. Daar moet je als partij altijd mee opletten. Hè. En dat is inderdaad ook het probleem geweest met ID 21. Hè. Dus dat was 96, 97. Dat was dus het geesteskind van Bert Ansiot, die toen voorzitter was van de Volksunie. Daar was ook geen duidelijkheid over wat is nu eigenlijk het statuut van ID 21. Maakt dat deel uit van de Volksunie? Maar die geschiedenis kennende, kan je toch de reactie van de N-VA begrijpen? Een reden te meer waarom het mij zo verbaast dat men geen duidelijkheid heeft geschapen van meet af aan over het statuut van Objectief V. Die voorgeschiedenis van ID 21 kennende, dat weet men natuurlijk nog binnen de N-VA. Men herinnert zich dat nog. Men weet heel goed hoe dat verkeerd gelopen is, hoe dat uiteindelijk mee aan de basis heeft gelegen aan de splitsing van de Volksunie. Ja. Zou het overigens een goede zaak zijn om daar anderen bij te betrekken, bij Objectief V, van buiten de partij? Ja, ik ben daar nog niet zo zeker van. Er is natuurlijk al een studiedienst, waarom moet je daar nu nog een tweede vehikel naast zetten? Ja, maar ik had
altijd gedacht dat het eigenlijk vooral de studiedienst zou zijn van de N-VA die zich daarmee bezig zou houden. Dat de N-VA een deel van de studiedienst en dan liefst een groot deel zou vrijstellen om de staatshervorming voor te bereiden, om dus eigenlijk dat concept van confederalisme technisch uit te werken. Dat werd aanvankelijk ook zo gezegd. Werd er gezegd, ze zullen een volledige verdieping krijgen. Dus dat er een soort divisie zou ontstaan binnen de studiedienst, onder leiding van Vuijen en Wouters, om dat voor te bereiden, intern, technisch, maar dan ook om de publieke opinie te sensibiliseren. Ja. Op dat moment was u, als een van de opiniemakers dan, ook al een hele poos op diezelfde nagel aan het kloppen. Hè? De core business wordt uit het oog verloren. Ja, maar niet alleen ik. Hè. Dus dat was inderdaad een toenemende bekommernis binnen de Vlaamse beweging. Van, als dan de N-VA nu niets kan realiseren, als er nu een communautaire windstilte is van 5 jaar, so be it. Hè. Er was wel wat begrip voor de situatie van de N-VA. Op voorwaarde dat de N-VA wel het Vlaams nationale verhaal blijft vertellen. En dat was dan objectief. En dat bleek dan niet. En dan vond ik het wel positief, begin dit jaar, dat de N-VA dan eigenlijk zei aan de Vlaamse beweging, wij hebben nu begrepen en we gaan er iets aan doen. En we gaan dus Objectief V oprichten. Alleen was het jammer genoeg totaal onduidelijk, ook voor de Vlaamse beweging, wat dat precies zou zijn, waar men precies op aanstuurde. En blijkbaar ook binnen de partij was dat onduidelijk. En ja, met alle gevolgen van die. Het resultaat is wel dat we binnenkort 2 denktanks zullen hebben. Objectief V en dan Objectief VL, waarmee Vuijen en Wouters dan willen verder doen. Ja, zonde van energie, zou je denken. Ja, en dan wordt er ook gezegd dat Objectief VL dan nou zou samenwerken eventueel, of dat is toch blijkbaar wat Vuijen en Wouters willen met de Vlaamse beweging. Ja, Bart de Valk, de voorzitter daarvan, heeft de hand uitgestoken. Inderdaad, natuurlijk, er is heel wat sympathie voor Vuijen en Wouters, dat is nogal evident. Maar anderzijds zou het toch ook nogal gevaarlijk zijn, en eigenlijk ook wel onwenselijk wat mij betreft, dat de Vlaamse beweging zich nu mengt in dat partijpolitieke conflict. De Vlaamse beweging mag zich daar niet in laten meesleuren. De Vlaamse beweging is een niet-partijpolitieke beweging, staat aan de zijlijn van de partijpolitieke arena. Ja, wat vond u trouwens van het debat tussen Bart de Valk, de voorzitter daarvan, en fractieleider Peter de Rover, die zei van, jullie moeten nu maar een beetje meer initiatief nemen? Om te beginnen denk ik dat Bart de Valk daar ten volle de rol speelde die hij moest spelen als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, dat hij dat ook op een heel schitterende manier heeft gedaan. Dus eigenlijk de waakhond van de Vlaamse Nationale Partij kritisch erop toezien dat de Vlaamse Nationale Partijen trouw blijven aan hun Vlaamsgezind programma. Maar Peter de Rover heeft dat al verschillende keren gezegd. Het is nu de verantwoordelijkheid van de beweging om een draagvlak te vinden voor onafhankelijkheid. Wij zitten in de regering, wij zijn druk bezig met federaal regeren. Het is nu de beweging die het moet doen. Maar dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, we weten allemaal, de beweging heeft niet de middelen, heeft niet het personeel om dat te doen. Terwijl de N-VA heeft immens veel personeel, heeft immens veel middelen, heeft 12,2 miljoen euro subsidies per jaar aan middelen, heeft 155 parlementaire medewerkers, 50 partijmedewerkers, verschillende honderden kabinetsmedewerkers. Dus dat is een enorm concern geworden, N-VA. En binnen dus de brede Vlaamse beweging, partijpolitiek, niet partijpolitiek. En vindt u dat daar te weinig mee gebeurt? Wel, er is maar één organisatie vandaag die de macht en de middelen heeft om de publieke opinie te sensibiliseren, om dat draagvlak te creëren. En dat is natuurlijk de N-VA. En ik zou zelfs nog verder durven gaan. In heel de geschiedenis van de Vlaamse beweging, al sinds de 19e eeuw, is er nog nooit een organisatie geweest die zoveel macht en middelen en personeel heeft geconcentreerd als de N-VA vandaag. En nu doet de N-VA daar niets mee. En dat is natuurlijk de frustratie van de Vlaamse beweging. U bent natuurlijk wetenschapper, we hebben het al gezegd. Liggen mensen daarvan wakker? Zijn ze niet bezig met veiligheid, terreur, economische zaken, hun loonzakje? Natuurlijk. Als u nu vandaag vraagt aan de mensen, wat is het belangrijkste politieke probleem?
Ja, er zal natuurlijk niemand het in zijn hoofd halen om te zeggen de bijzondere financieringswet is het belangrijkste probleem. Natuurlijk denken de mensen in eerste plaats aan de problemen waarmee ze worden geconfronteerd op vlak van veiligheid, op vlak van gezondheid, de werkstelling enzovoort. Maar het is het woord de taak... probleem, hè? U gebruikt het woord probleem. Moeten toch geen problemen gaan creëren? Maar dat is geen kwestie van problemen creëren. De Vlaamse beweging zegt, en terecht, dat die problemen enkel maar zullen kunnen worden opgelost binnen efficiënte structuren. Ja. En de Belgische federale structuur is vandaag niet efficiënt. Dat zeggen trouwens niet alleen de Vlaamse gezinden. Dat volgens u, dat moet gecreëerd worden door de N-VA dan met zijn. Dat is het verhaal dat de N-VA moet vertellen. Dat is het verhaal dat de N-VA met veel succes heeft verteld, minstens tot de verkiezingen van 2010. De N-VA heeft de Vlamingen daar toen van kunnen overtuigen dat eigenlijk om de problemen te kunnen aanpakken, er een grondige confederale hervorming nodig is. En dat is het, ongeacht wat er in de regering gebeurt, dat is het verhaal dat de N-VA, als ze tenminste nog een Vlaamse Nationale Partij wil blijven, moet blijven vertellen. Dat is de kern van de zaak. Ja. Laat ons dan toch maar eens vooruitblikken naar die volgende verkiezingen van 2019. We moeten zorgen dat de PS de vragende partij is, hoor ik Bart De Wever de afgelopen week zeggen. Ja, dat lijkt wel heel sterk op uw strategie. Men heeft jarenlang dit de Maddes-doctrine genoemd. Dat dateert al van 2009 intussen. Wachten tot die Franstaligen. Vragende partij zijn... Zijn inderdaad een aantal gelijkenissen. En de basisredenering is dezelfde. Nu, ik zag dat toen meer op korte termijn. Dus dat was in de context van de aanslepende onderhandelingen over de staatshervorming sinds 2007. Dus de N-VA ziet dat nu eigenlijk als een strategie op lange termijn. De vraag is, kan dat werken? Ik denk dat dat inderdaad kan werken. Ik vergelijk dat vaak met de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar dat eigenlijk de Schotten, hoewel die in meerderheid voor Labour stemden, jarenlang een rechts-neoliberaal beleid hebben moeten ondergaan van Margaret Thatcher, vanaf het einde van de jaren 70. En zo zijn de Schotten eigenlijk geleidelijk aan opgeschoven in de richting van onafhankelijkheid en heeft de Scottish National Party de wind in de zeilen gekregen. Dus je kunt je inderdaad voorstellen dat er nu iets soortgelijks zal gebeuren. Wanneer de Walen, die in meerderheid voor linkse partijen stemmen, wanneer die nu keer op keer een rechts, door de Vlamingen gedomineerd beleid moeten ondergaan, dat die op een bepaald moment zullen zeggen van ja, geef ons dan maar autonomie. Maar dat is een strategie op lange termijn. Waar u in gelooft? Ik zeg dat kan werken, maar er zijn enorm veel omstandigheden die dan gunstig moeten zitten. Om te beginnen ga je er dan vanuit dat de N-VA keer op keer, toch nog minstens in 2024, de regering kan verder zetten. Dus een regering die eigenlijk geen meerderheid heeft langs Franstalige kant. Dus de MR zal dan opnieuw en dan misschien daarna nog een keer opnieuw moeten bereid zijn om daarin mee te gaan. Terwijl dat de meeste waarnemers langs Franstalige kant zeggen nu al no way. De MR heeft dat één keer gedaan in 2014. De MR zal dat niet herhalen. En een ander probleem daarbij is natuurlijk de lange termijn. Geleidelijk aan zie je de partij ook evolueren. Zie je de N-VA geleidelijk aan Belgianiseren. De N-VA dreigt te worden opgeslokt door het Belgische systeem. Dus er zal misschien een moment komen op de lange termijn dat confederalisme ook voor de N-VA helemaal niet meer zo belangrijk is. Of dat dat een soort heel verre toekomstdroom wordt. Wel, de partij de afgelopen week wel heel hard haar best heeft gedaan om het tegenovergestelde te beweren. Nu, zal de N-VA in 2019 die keuze überhaupt hebben? Want de PS die wordt natuurlijk wel kleiner, omdat de PTB aan die linkerflank zit te knabbelen. Het zou wel eens kunnen dat de PS en de MR veroordeeld zijn tot elkaar. En dan staat de N-VA tegenover een paars blok natuurlijk. Ja, dat hoor je nu ook meer en meer in de Franstalige media. Er blijkt ook wel enige toenadering te zijn tussen Charles Michel en Paul Magnet. Je voelt ook wel dat die roepo geleidelijk aan wegdeemstert. Dat is bijvoorbeeld gezegd naar aanleiding van de Caterpillar-crisis. Dat die twee elkaar toch wel vonden in hun verontwaardiging over wat er gebeurd is. Dat was ook al het geval bij de aanslag in het politiekantoor in Charleroi.
Dus dat blijkt wel te klikken. Dus je zou inderdaad kunnen denken van, ja, daar ontstaat eigenlijk een soort as, PS, MR, die dan... Ja, en dan kan je eigenlijk alle scenario's van de afgelopen week van tafel gooien. Wel, inderdaad. Als die een as vormen, als we dus eigenlijk een beetje hetzelfde scenario krijgen als in 2014, dus dat er eerst een regering wordt gevormd langs Franstalige kant, MR, PS, en die kan dan wegen op de federale regeringsvorming, dan zullen natuurlijk de Vlamingen achter die trein aanlopen. Maar ik moet er onmiddellijk bij zeggen, wat we natuurlijk vooral hebben geleerd in 2014, dat is dat die regeringsvorming totaal onvoorspelbaar is. Dus ik vind, sindsdien probeer ik mij daar toch wat bescheiden in op te stellen. Het is heel moeilijk om dat te voorspellen. Niemand heeft voorspeld, geen enkele politicoloog, geen enkele commentator heeft voorspeld wat er uiteindelijk in 2014 is gebeurd. Ja, en zoals steeds, het is natuurlijk een politieke eeuwigheid, zo wordt het dan genoemd, tot die verkiezingen van 2019. Professor Maris, mag ik u bedanken voor uw komst en uw toelichting en uw kijker uiteraard bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.